Hallo iedereen, ik ben Kim, ik ben 23 jaar, dus het is wel al voor mij iets heel langer geleden dat ik op uitwisseling ben geweest. Maar ik ben dus ook na mijn zesde middelbaar op uitwisseling vertrokken voor een heel schooljaar. En ik ben met Web naar de Verenigde Staten gegaan. Voilà, ik ben dus met Web vertrokken. Ik heb heel veel organisaties leren kennen. Het is gewoon voor mij persoonlijk: van waar heb je de beste vibe mee, waar voel je je thuis? Er zijn zoveel organisaties, zoals Sina zei. En ze zijn allemaal goed, ze hebben allemaal gewoon andere troeven. Ik voelde mij bij web um, het meest thuis, dus heb ik voor web gekozen. Dan, waar verbleef ik nu? Amerika is heel groot, zoals iedereen weet. Als je direct aan Amerika denkt, dan denk je New York, Florida, Miami, uh, Los Angeles misschien. Dat is helemaal niet waar ik terecht ben gekomen. Ik ben terechtgekomen in the middle of nowhere, maar echt the middle of nowhere, recht in de velden... Heel weinig rondom mij, heel kleine stadjes, heel veel velden en boerderijen. Dat is waar ik terug ben gekomen, helemaal in het noorden van de Verenigde Staten. Dat is al het eerste ja, spannende moment eigenlijk van je uitwisseling, is het moment waarop je je gastgezin krijgt. Ik heb dus ook bij een gastgezin verbleven en dat gastgezin kan over heel Amerika zitten. Dus dan moet je eigenlijk wachten totdat een gastgezin met jou gematcht wordt, met jouw noden, met jouw voorkeuren en dergelijke. En dat kan over heel Amerika zijn. En het gebeurt al vaak dat de meeste mensen terechtkomen in echt kleine typische Amerikaanse stadjes, wat natuurlijk de beste manier is om de echte Amerikaanse cultuur te leren kennen. Dus ik was daar heel blij mee. Voilà. Waar heb ik nu eigenlijk gewoond? Ik heb gewoond bij een gastgezin dat eigenlijk exact gewoon een gastgezin is zoals hier je familie. Die familie neemt je in je huis alsof je een eigen kind bent. Dat is ook een vrijwillig gastgezin zoals bij AFS. Uh, ik zat helemaal in het noorden, wat ook betekent heel veel sneeuw. Dus ongelooflijk uh, hard moeten aanpassen, want de winter was daar een maand of zes, zeven lang. Versus hier, als het hier al een keer uh, vriest, dan zijn we al heel hard aan het klagen. Maar daar was het uh, ja, zes maanden winter, waarvan de koudste temperatuur die ik heb meegemaakt min 40 graden. was. Dus ja, dat is niet zo fijn. Maar uh, dat is ook weer iets dat je moet aanpassen. En ja, het is altijd leuk. Ik heb daar bijvoorbeeld heel veel kunnen skiën. Met de sneeuwscooter rondgereden. Dat was daar bijvoorbeeld heel normaal voor mensen om een sneeuwscooter te hebben. Omdat dat de enige manier was van transport tijdens uh, zo van die grote sneeuwstormen. Omdat er dan een meter sneeuw ligt. Dus uh, voilà, ik vond dat geweldig om uh, daar te wonen. Voilà. Wat heb ik daar nu gedaan? Wel, Ik heb dus een klassiek schoolprogramma gedaan, wat betekent dat je volledig fulltime, zoals elke andere student, naar school gaat. Ik ben daar dus in een lokale middelbare school terechtgekomen. Hij heet de Monona Grove High School. En het is eigenlijk exact zoals in de films. Ik was altijd heel gefascineerd door de Amerikaanse cultuur, waarvoor ik ook uh, voor de VS heb gekozen, want er zijn duizend opties over de hele wereld. Maar ik vond het altijd heel interessant om de films te zien van High School Musical bijvoorbeeld. Uh, met de gele schoolbus, met uh, cheerleaders, met de typische eten en dergelijke. En ik was heel benieuwd of dat, dat effectief zo was. En het is ook effectief zoals High School Musical, uh, minus the drama. Uh, dus voilà. Ik ging ook elke dag met de gele schoolbus naar school, heel vroeg. Ik had een grote locker. Ik had heel veel sporten. Het was gewoon een heel leuke ervaring om daar naar school te gaan. Ik was al afgestudeerd op dat moment, ik was 18. Um, dus dat was voor mij heel leuk, omdat ik dan heel veel vakken zelf kon kiezen. De enige dat dan verplicht waren, waren Engels en Amerikaanse geschiedenis. Wat logisch is, omdat je natuurlijk Engels moet leren en moet leren over het land waar je bent. Maar voor de rest kan je dus alles kiezen. En dat was superleuk, omdat in Amerika heel veel vakken bestaan die hier niet bestaan. Hier kan je richting kiezen en dat is wetenschappen of talen. In de VS kan je kiezen van alle richtingen van kunst en technische dingen allemaal door elkaar. Dus ik had dan um, vakken zoals zwemmen en dat was dan een vak op zich. En dan moest je, ja, dan kreeg je gewoon punten voor je les om te zwemmen. En bijvoorbeeld dan gingen we ook frisbeeën, fietsritjes maken. Ik had ook bijvoorbeeld kunst en dan deden we bijvoorbeeld juweeltjes maken. Allemaal zo van die vreemde dingen die je hier niet kan volgen, maar dat je daar allemaal kan combineren. Buiten naar school gaan had ik natuurlijk ook vakanties, zoals elke andere student. En dan heb ik ook heel wat reisjes kunnen doen. Het hoogtepunt voor mij was Hawaii met mijn gastgezin. Het was ook een droom om altijd eens naartoe te willen gaan. Hebben we dan gedaan ook de typische dingen zoals Chicago en New York heb ik gedaan. New York was met web zelf. Dus uh, zoals Sina al zei, in, als je aankomt in je gastland, is er bij web ook de optie om eerst een paar dagen een activiteit te doen met alle andere uitwisselingsstudenten. Daar heb ik dan ook recht um, op ingesprongen, want New York is natuurlijk een fantastische stad. En dan zijn we daar eerst drie dagen ja, eigenlijk gaan exploren en een beetje wennen aan het tijdsverschil, andere mensen leren kennen die dezelfde ervaring zullen hebben als jou. Maar ook heel hard helpt om te weten dat er mensen zijn die in dezelfde situatie zitten. Want het is natuurlijk niet. Niet gemakkelijk om zomaar als 18-jarige naar de andere kant van de wereld te verhuizen. Dus het is fijn om te weten dat je mensen kan contacteren als er iets is, of uh, als je hulp nodig hebt of even uh, een moeilijk momentje hebt. Voilà. Dan, deze foto's vat eigenlijk, vatten mijn uitwisseling samen. Dat zijn mijn favoriete momenten en dingen in de VS. Eerst en vooral het eten vond ik geweldig. Alles is groter in de VS. Dus zoals je kan zien, die zak popcorn daar, vond ik helemaal geweldig. Alles is gewoon tien keer zo groot als in België. Niet zo goed voor het gewicht, maar dat hangt er ja, natuurlijk ook een beetje mee samen. Ik wou gewoon alles proberen, alles uittesten. Dus wa, die paar kilootjes meer of minder, wat maakt het uit, toch? Het is er allemaal toch afgegaan daarna. Um, en dan het allerleukste schoolmoment voor mij was uiteraard prom. Prom is een heel belangrijk schoolfeest op het einde van het schooljaar. Dus dat was ook een heel leuk afscheid eigenlijk van... Ja, van mijn uitwisseling. Op dat moment heb je ook heel goede vrienden um, gevonden. Want dat duurt wel even voordat je zo een beetje je weg vindt en je, je echt je goede vriendengroepje vindt in het buitenland. Dat is niet gemakkelijk. Um, maar prom was dan een superleuke afsluit. En ik vond het gewoon geweldig om exact zoals in de film zo'n prinsessenkleedje aan te doen, um, een date te hebben en dan naar de dance te gaan natuurlijk. Heel veel foto's van en heel veel leuke herinneringen. En dan ook al de Amerikaanse vlaggen overal, vond ik ook een hele leuke. De Amerikanen zijn heel trots op hun cultuur. En dat was voor mij ook eerst even serieus wennen. Omdat ze, ja, ze zijn heel moeilijk om uh, bijvoorbeeld te klagen over hun land. In België hier is het helemaal andersom. Wij klagen geweldig graag over alles wat er hier fout loopt. Maar eigenlijk hebben we het hier echt niet zo slecht. Bijvoorbeeld toen ik naar daar ging, was Donald Trump juist verkozen. En dat was voor mij een hele moeilijke, omdat ik ook in een vrij conservatieve buurt zat, om daarmee aan, aan te passen, omdat ik compleet tegenovergestelde ben. Maar dat vond ik dan een heel mooi moment om je leren zelf te openstellen, naar andere points of view, naar andere, ja, andere mindset eigenlijk. En dat was heel goed om te leren om te gaan met verschillende culturen, verschillende mensen en je daaraan aan te passen. En niet te denken van. Wat ik denk is juist, en wat de anderen denken is niet juist, gewoon het is anders. En dat is eigenlijk het mooie daaraan. Je leert jezelf echt heel hard openstellen naar alles en iedereen. Okay. Hoeveel heeft dit avontuur gekost? Um, ik heb dus het klassieke schoolprogramma gedaan, wat betekent dat je dus bij een vrijwillig gastgezin zit en dat je over heel Amerika kan geplaatst worden. Ik heb daarvoor een volledig schooljaar, inclusief vluchten en eten en dergelijke, en visum. Um, alles inbegrepen was voor mij voor een schooljaar ongeveer 11.000 euro. Dat klinkt misschien een beetje veel, maar dat komt overeen ongeveer met de kost als je hier bijvoorbeeld een jaar op kot zou zitten en ook voor je maaltijden en dergelijke betaalt. Het is een hele smaak geld natuurlijk, maar het is absoluut waard. En ik heb er zelf ook heel laat voor gewerkt, studentenjobs en dergelijke. Het is zeker niet onmogelijk om te doen. Voor sommige programma's zijn er ook um, beursmogelijkheden, maar je kan altijd uh, aan mijn collega's gaan vragen in de loods hoe dat het uh, daarbij zit. Dan wat heeft deze ervaring voor mij betekend? Eerst en vooral het belangrijkste voor mij was een forever family. Ik had niet per se verwacht dat ik Zo'n goede band ging hebben met mijn familie, maar ik ben heel blij dat het er wel eens uit voortgevloeid. Dus, mijn gastgezin heb ik nog steeds heel veel contact mee en is echt gewoon zoals een tweede papa en mama. Uh, dat is heel vreemd, maar het, is, het voelt echt als mijn papa en mama. Ik noem mijn gastpapa bijvoorbeeld ook papa. Dat, is, dat klinkt misschien vreemd, maar ik heb daar echt een heel goede band mee. En zij zijn mij ook komen bezoeken in België en ik ben ook nog een hele zomer naar daar gegaan. Dus dat is echt gewoon een plekje aan de andere kant van de wereld waar je altijd welkom zal zijn. En dat is heel fijn gewoon om te weten. Het is natuurlijk niet altijd makkelijk. Um, toen ik terugkwam was ik een en al tranen. Um, ah ja, je, je hebt daar echt een heel leven opgebouwd voor een heel jaar en je moet dat dan plots ineens achterlaten. En terug naar België komen, waar het allemaal vergeleken met de VS vrij saaitjes is. Um, dus daar heb ik wel even mee gestruggeld. Um, zeker als je niet weet wanneer dat je je gastgezin gaat terugzien of dat je ze gaat terugzien, of dat dat contact gaat onderhouden kunnen worden, dat is geen evidente. Um, maar voilà, ik ben dus terug naar Amerika kunnen gaan in de zomer en mijn gastgezin is mij terugkomen bezoeken. We zijn samen op um, vakantie gaan naar Londen bijvoorbeeld. Um, uiteraard zijn er ook heel veel andere voordelen aan verbonden. Bijvoorbeeld um, voor mijn jobs. Als ze op mijn cv zagen staan dat ik um, een jaar in het buitenland ben geweest, in de VS, dan waren ze altijd direct mega-impressed en ik heb zo ook heel veel job-opportuniteiten kunnen krijgen. Zowel als de studentenjob als um, zomerjobs of andere jobs. Ik ben dan afgestudeerd met een bachelor ook um, en dan ben ik daarna gaan werken in het buitenland, in Dubai, um, in Zwitserland, in Oostenrijk en in Frankrijk. En dat zijn eigenlijk allemaal ervaringen die ook mede door mijn ervaringen in Amerika mogelijk zijn gemaakt. Ik spreek ook vloeiend Engels, wat ook een enorme troef is. Um, en zelfkennis natuurlijk. Je leert openstellen voor alles en gewoon een open mind hebben. Je gaat misschien naar daar, ik wil de beste ervaring van mijn leven hebben, maar dat is niet echt de juiste mindset. En ik had in het begin het idee van, oh allemaal glitz en glamour, super cool. Maar er zijn natuurlijk ook moeilijke momenten, zoals bijvoorbeeld als je homesick bent, heel veel heimwee. Daar had ik het heel moeilijk mee, bijvoorbeeld tijdens de feestdagen. Als je dan gewend bent om met je familie hier typische tradities te doen en je bent ineens in het buitenland en ze doen iets helemaal anders, dat is niet zo gemakkelijk. Want je leeft in België, je vrienden en je familie gaat gewoon door, maar zonder jou. En dat is vrij confronterend, als je dan ziet dat zij ook heel veel leuke dingen doen zonder jou en je eigenlijk die dingen hebt gemist. Maar natuurlijk, ja, ik vind het gewoon een prachtige ervaring. Ik hebben er zoveel bij geleerd. En ik zou het iedereen aanraden, zoals Sien ook al zei, ook al is het niet met web, iedereen vindt wel een plekje bij een organisatie waar dat hij ah ja, goed bij matcht. En ik zou gewoon zeggen: ga ervoor. Um, go for it. En als je nog vragen hebt, mag je altijd bij mij, mij langskomen of in de loods ook bij mijn webcollega's. En ja, dat is het zo. Dat was mijn Amerikaans avontuur. Dank je wel.